Leon B., de man die in oktober 2010 zijn vierjarige zoontje en zijn vriendin vermoordde in een appartement in Rijswijk, moet 30 jaar de cel in. Die straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Na de moorden vluchtte B. naar Italië. Daar werd hij een week later opgepakt. De 28-jarige dader heeft de moorden bekend. In tegenstelling tot alle gewone mensen hoeft commissaris van de Koningin Jan Fransen geen bijtelling te betalen voor de privékilometers die hij met zijn dienstauto rijdt. Dat blijkt uit gegevens die Omroep West heeft opgevraagd bij de provincie. Fransen krijgt jaarlijks bijna 17.000 euro vergoeding, betaald door de Zuid-Hollandse belastingbetaler. De Konijnenlaan in Wassenaar is met grote afstand de duurste straat van Nederland. Dat blijkt uit een jaarverslag miljoenenwoningen 2011. In die straat staan 65 woningen. De gemiddelde waarde van de villa's is 2 miljoen euro. De Wassenaarse Konijnenlaan is de enige straat in Nederland waarin elke woning minstens een miljoen waard is. De Haagse toneelgroep De Appel waagt zich opnieuw aan het lange theatermarathon. Het gezelschap houdt zondag de première voor de maar liefst 11 uur durende toneelvoorstelling Herakles, naar verhalen uit de Griekse mythologie. De voorstelling is tot juni te zien in het Appeltheater in Den Haag.